De Flevolandse identiteit. Volgens deskundigen zou hij er inmiddels moeten zijn. Afgelopen zomer ging ik op zoek naar die identiteit. En ik kwam uit bij onze founding father, Cornelis Lely. Zonder hem was onze provincie er nooit geweest en nooit gekomen. Maar wat is zijn invloed geweest op onze identiteit? 23 kilometer uit de kust Harderwijk verrees 4 jaar geleden uit het IJsselmeer een kunstmatig eiland waarop Lelystad werd gevestigd. Hier, aan alle kanten omgeven door water, ontstond een kleine gemeenschap van werkers die onder andere begonnen met de aanleg. Hij was een zeer ervaren politicus in de loop der jaren, maar ook hij wist mensen ook te enthousiasmeren voor bepaalde plannen. En zo ook zijn plan om de Zuiderzee in te polderen. Dus Lely heeft best wel een belangrijke rol gespeeld, zodat wij hier kunnen staan eigenlijk. Ja, wij staan hier dankzij Lely, zijn plan. Lely heeft dus best wel veel invloed gehad op onze identiteit. Bijna was dit er misschien ook wel niet geweest. Als hij dat doorzettingsvermogen niet gehad, toch? Dat klopt, want hij had het plan 3 keer ingediend. En toen voor de 4e keer hij werd gevraagd om minister van Verkeer en Waterstaat te worden. Toen heeft hij als eis gesteld dat de Zuiderzeewet door de Eerste en Tweede Kamer zou worden behandeld en zou worden aangenomen. En hoe zag hij de inrichting daarvan dan? Zag hij dat gewoon... Nou, hij zag meer alleen de polders. En dat hij dat had ingepolderd, meer voor de landbouw ook. Kilometers landbouwgrond eigenlijk. Kilometers landbouwgrond door het voedselgebrek van de Eerste Wereldoorlog onder andere. Zou Lely trots zijn op het land waar we nu leven? Hij zou zeer trots zijn, want dat merk ik zelfs nu nog aan achterkleinkinderen van Lely, waarmee ik nauwe contacten heb. Ze zijn zeer trots op Flevoland. Had Lely een beeld van wat de identiteit van de Flevolanden moest zijn? Kracht en doorzettingsvermogen. In zijn ogen was dit land voor dat soort mensen gemaakt ook. Ja. Had Lely meteen al in zijn hoofd dat het een provincie moest worden eigenlijk? In de tijd werd al gesproken over de 12e provincie. Eigenlijk zou de Wieringermeer ook bij de 12e provincie horen. Precies. Dus dat is eigenlijk van ons afgepakt? Dat is van ons door Noord-Holland afgepakt. Ja. Terwijl wij dus van Amsterdam Urk hebben afgepakt. Heeft u het gevoel dat Lely op nog meer manieren door zijn plan onze identiteit heeft gevormd? Jazeker. Want ja, dagelijks worden wij geconfronteerd met toeristen, buitenlanders en dergelijke. En die kijken met grote verbazing hoe dit allemaal tot stand is gekomen. Elke Lelystedeling, elke Almeerder, elke Emmeloorder kan trots zijn op de provincie Flevoland. Lely's werk, dat ligt hier uitgespreid en eigenlijk ook wel uw levenswerk. Zou Lely goed gedijen in de Flevopolder, denkt u? Lely zou zeer goed kunnen gedijen, want ja, dan kan hij zijn werk ook allemaal aanschouwen. Wordt hij wel echt genoeg als held gezien dan hier in Flevoland, denkt u? Nee, ja, men woont in de polder en daarmee is het af. Men weet eigenlijk niet het ontstaan van de polder, de historie en wie er allemaal meegewerkt hebben en dergelijke. Terwijl dat best wel veel zegt over wie wij zijn, kan ik me voorstellen. Of... Ja, waar wij wonen, welke leefomgeving wij zijn. Lely. Zonder hem waren deze polders er nooit geweest en was er dus ook nooit een Flevolandse identiteit gekomen. Morgen hebben we het over het Flevolandssymbool, de kiekendief.